Welkom bij een nieuwe video. Zoals je zag, een stukje hiervoor heb ik een stukje looddraad gesmolten in krimpkous en die op mijn haak geprikt zodat ik een gewichtje heb. Ik heb niet van die tungsten loodjes ervoor. En een stukje krimpkous met een stukje looddraad. Ik heb het uit mijn leadcore, dat valt er toch steeds uit. En dan bewaar ik af en toe gewoon een stukje. En dan heb ik in principe bijna gratis van die hele mooie dingetjes. Blijft prima zitten. Goede weerstand. Zit hij te strak, kun je het een beetje oprekken. En zo ga ik vissen met hengel nummer 3. We zitten op een vrij grote plas. Ja, er is niet zoveel te zien in dit hoekje. En ik heb twee hengels uitliggen met bodemaas. En mijn derde hengel, mijn linkerhengel, daar heb ik een zigrig op zitten. Met een pup-up en maden. Alleen het was net zo koud en waaierig. Ik denk, weet je wat, die hele zigrig. Ik weet het niet nu. Ik maak een bodemaas klaar. Hartstikke mijn ander lijntje. Dus je kan de haak verwisselen met een lusje. Lekker kort. Tungsten allemaal stijf op de bodem. En een loodje met een loodclip. Die wou ik er eigenlijk aan gaan doen en dan hier vlak onder het kantje gaan vissen. Alleen nu ineens schijnt het zonnetje toch alweer. Maar het gaat ook weer regenen, zeggen ze. En ze zeggen al dagen van alles en niks klopt. Dus nou weet ik niet echt wat ik ga doen. Dus dat, de twee andere hengels hebben bodemaas op zitten. Zijn, wat is het? Royal Banana, een unit base. Ik had de laatste paar zakjes gekregen. En, ik vind een banaan, dat geeft mij een nostalgisch gevoel. Want vroeger vist ik heel veel met bananenflever en molies. En die draait eigenlijk precies zo. Dus dat vind ik wel grappig. Ik heb er een stuk of 20 bij gegooid met werppijp. Eén hengel met een pineapple pupje. De andere gewoon met een bolie. En dan hengel 3, ook een bolie met een stukje pup-up, dat die wat lichter wordt. Dat die wat makkelijker in die bek schiet. In een bats. Maar ja, nu weet ik dus niet of ik hem eraan zal houden, want ik heb de zigrig uitstaan en met maden. Ik heb maden gehaald, ik heb wormen gehaald. Maar dat is ook niks. Dus ik ga nog even nadenken en dan horen jullie straks wel wat de beslissing was. Mega brazen. Ja, groot hoor. Op de zigrig. Dat is wel, kijk die kopje. Lijkt wel een karper, zo groot die kop. Helemaal blij. Ja, zigrig gaat af. Yes, wow, what the fuck. En dan heb je een brazen. Maar goed, het is wel vis op de zigrig. Alles ziet er ook nog goed uit. Zigrig, bij maden op top. Laat ik even bijkomen. En dan kunnen ze weer het water in. Ondertussen dikke vette brazen. Niet speciaal natuurlijk een brazen, maar de zigrig is toch best grappig, toch? Het geeft wel een beetje vertrouwen. Dus ik ga even nakijken. Ik denk even een paar nieuwe maden erop. En dan zig ik hem weer uit. Misschien een meter of hier een beetje.
Dan had ik hem 3 meter onder de oppervlakte. Ik denk dat het daar 1 meter of 10 is. En ja, nou ja, toch een visje. Ik ga hem even klaarmaken opnieuw en dan zie ik jullie daar wel. Joe. Nou, zichtrige montage is vrij simpel. Het is een Korda zichtkit, de medium. Mijn large ben ik helaas kwijt. Daaraan zit een zichtrig. Want ik wou het verwisselen naar die andere. Er zit een zichtrig met een klein choddy haakje en een kikkertje die even los is. En dat zet ik vast met een ringetje en een stoppertje, meer niet. En je ziet mijn haakpuntje ook. Bot. Dus ik knoop er even snel een nieuw haakje aan, want de rest van de zichtrig is gewoon nog helemaal heel. En dat is echt een wonder. Dus ik knoop even een nieuw haakje eraan. Kort hem even. Iets in die zichtrig. En dan, ja, grappig toch? Leuk. Het is een keer weer wat anders. Alleen bravens op een zichtrig. Daar had ik eigenlijk nooit aan gedacht. Maar goed, ik ga van het werk. Je ziet het, het is gewoon echt niet zo goed weer meer. Dus ik heb het zichtrig eraf gehaald op mijn linker. En, daar heb ik een visbandbolie aan gedaan. En die ligt op 1 meter of 7, 8. Met een stuk of 30 bolies erbij. Gewoon lekker simpel. Geen pup-ups, geen poespas, gewoon bolies. En ja, we gaan het meemaken. Hengeltjes zijn lekker scheef. En ja, het is echt, echt slecht weer hoor. Het is echt. De zomer is er over blijkbaar. Dus ja, ja voor de rest weinig. Mijn teentje staat daar, hengel staat beneden. De zadelbox is nog steeds stuk. Dus ik moet een beetje goed luisteren, want ja, als het regent, dan hoor ik niet zoveel. Daar beneden staan mijn hengels. Hier is een bospaadje. Het haakmat en dan daar beneden staan ze. En dat is in principe wel te horen, alleen met veel wind en regen, dan is het wat lastiger. Maar goed, ja, we gaan het afwachten toch? De avond begint te vallen en het wordt zo donker. Dus dan zie ik jullie bij de volgende aanbeet. Of morgenochtend. Joe! Ik weet niet of jullie het horen, maar er draaide hier een vis, super dichtbij. Ja, het is alweer ochtend en het is echt 5:30 of 6 of zo. Daar loopt echt aan de overkant weer een figuur te schreeuwen en te janken. Ik hoorde de hele nacht al stemmen en dingen, maar ik weet niet wat er is. Een beetje vaag. Kom aan de overkant, loopt te schreeuwen en te janken. Maar goed, ja, dat is zijn pakje aan. Het is voor de rest niks. Het is, ik zie daar staat ook een tentje nu. En voor de rest, ik heb wel vis horen springen. Ik zag er net eentje draaien vlak voor mijn voeten. Maar lekker daar. Maar goed, helemaal niks. Ik heb ze wel horen springen hier vet dichtbij. En ik lig ook hier, dus ja, ik vind het maar raar. Gewoon maar niet een aanbeetje uitkomt. Dus, maar goed. We hebben plannen zat vandaag. We gaan nog eindigen vanavond op mijn kanaal in ieder geval. Dat heb ik een paar dagen gevoerd. En ik wil tussendoor, overdag nog even ergens. Ergens heen of zo, of een ander water, even struinen met de korst. Dus we gaan nog van alles doen.
Want hier, hier is er toch weer niks. Tenzij die straks afgaat. Ja, je weet het niet toch? Misschien dat ik er straks even een zichtrig aanhang, want het wordt geloof ik best wel warm vandaag. Dus kijk wel eventjes. Ik zie jullie later. Joe. Ja, ja. We hebben er één. Prachtige schub. En perfect gehaakt in de onderlip, in het midden. Met het zelfgemaakte. Zo heet zo'n dingetje nou. Ik weet het niet meer. Ik heb het gisteren 80.000 keer opgeschreven voor een videootje. Shot om de hoek. Hehe, eindelijk. Een zelfgemaakte shot om de hoek. De richt opzij gooien. Een prachtige schub. Eigenlijk een beetje een rare vis. Een hele knik erin. Ik ga hem even goed pakken. En dan ga ik hem even laten zien. Wel een beetje slecht licht. Maar ik ga niet helemaal die vis naar boven tillen en al dat gedoe doen. Hij loopt een beetje te stressen. Om hem strak te spannen. Een hele rare knik in die staart. Maar bruut toch? Huh? Ik ben hier wel blij mee. Hartstikke mooie vis. Eindelijk weer eentje op dit water. Dit heb echt, ik heb nog een sessie tussendoor gehad met breadfishing. En die had er ook een en ik had weer niks. En elke keer niks. En eindelijk een visie. Hartstikke mooie schub. En toch op een meter of 7 achter. En een paar bolies eraan, maar dat vertel ik zo wel. We gaan hem even terugzetten. Lekker man, eindelijk. Het is nu, want ik zat net te praten over dat gillende ventje aan de overkant. Ja, vet raar hoor, hij was alles kwijt en hij zat, ik kan het niet eens zeggen allemaal, want dan krijg ik meteen een ban op YouTube. Maar het ging niet zo goed met hem. Maar hij is weg, een half uur later, ik sta gewoon even hier. Een beetje te kijken zo, weet je, want daar zitten ineens vissers. En ik zie zo'n brasem draaien hier. Nee, ik ga het mengelen af. Dus ja, dat is wel mooi. Ik ga maar even optuigen en dan zie ik jullie zo. Joe. Nou, we zijn nu richting huis, even in de auto. Ik ga thuis even douchen en dan even een boodschapje halen. En dan gaan we door naar het kanaal. Ik wou dit natuurlijk veel eerder filmen, alleen ik denk, weet je, leuk bij de parkeerplaats. Met mijn spullen, met mijn spullen uitladen. Ik denk leuk, maar er stond iemand met muziek aan. En dan krijg ik een audio claim en dan verdien ik niks. Dus ja, dat heb ik niet gefilmd en nu ben ik bijna thuis. En ik denk, ik film even snel. Dus ik ga even douchen, even spulletjes halen en dan zie ik jullie aan het kanaal. Joe. We zitten op het kanaal. Nou, hartstikke mooi kanaaltje. Ik zit hier voor het eerst op deze stek. Ik heb daar een rietkraag en daar heb ik gevoerd. 2 dagen. In totaal een 10 liter emmer vol met mais en een paar kilo bolies erheen. En vanochtend nog even een paar handen bolies gegooid. Ben ik even naar huis gegaan of gedoucht of bla bla bla. Ik zit hier ook al een paar uurtjes hoor, want ik had eigenlijk gehoopt. Weet je, ik ga een run filmen als nieuwe intro. Maar er gebeurt niks. Dus ik denk, nou, ik ga maar gewoon beginnen met de video. En hoop te snelle visie kunnen laten zien. Helaas zit er verderop, 200 meter verderop, zit een andere visser. Dus die blokt die kant een beetje af van mij. Maar goed, ik heb nog de hele andere kant en er zit vis aan. Dus ik verwacht stiekem wel vis. En hoe met wat, dat komen we later op terug, toch? Dus joe!
Nou, het is ondertussen al bijna 9 uur en het schiet lekker op allemaal. Het is de eerste brasem. Ik heb wel een, ik heb ineens de hik nu op de camera aanzet. Ik heb wel een vis zien draaien, echt gewoon waar ik lag in principe. Dus een brasem, een nephaas, een neppe mainline cell, fake food, boli, een wafter met een Banafi wafter dubbeltje. En dat staat gewoon een beetje zo te wafteren. Helikopterlieden, een krippenlootje en voor de rest niks. Dus even het haakje checken. Die is nog wel scherp. Pak lekker vlees. Dus die kan wel weer uit. En dan hoop ik dat er heel snel een mooie karp komt, toch? De karpetjes. Zou ik zo kunnen vangen hoor, ik heb wormen bij me. Alleen hier kan je slecht vissen. En aangezien het hier toch niks is, ga ik even verkassen. Want verderop aan dit slootje heb je een stuk waar ik wel kan vissen. En de stikte van de kleine karpetjes. En wie weet ook wel groot. Dus ik ga nog eventjes snel even, het is nu 8 uur of zo. Ik ga nog eventjes snel daarheen, een paar pup-upjes, waftertjes erop, single hoekbeetjes. Want we moeten gewoon nog een karper hebben, toch? Dus ik ga mengels binnen draaien en dan zie ik jullie daar. Kijk, de slootjes komen hier uit. En hier kan ik prima vissen, daar is wat activiteit te zien. Even een pup-upje daarin, een waftertje daarheen. Autootje staat hier. Dus we gaan even lekker simpel vissen. Twee hengels steunen, schepnetje erbij, onthaakmaat en voor de rest niks. Geen voer, gewoon zinghoekbeetjes. En wie weet pakken er nog wel een, toch? Dus joe! Verder en waar die vis sprong, die hengel gaat af. Het is geen reus, maar het is er wel weer een, toch? Nieuw watertje voor mij. En ik ben er wel blij mee, toch? Ik was net even 10 meter verder aan het kijken en ineens knalt die hengel er vandoor. Ja, niet echt een eerlijke strijd, want die vis best wel zwaar materiaal, weet je. En visjes kunnen er niks tegen doen. Maar goed. Het is er wel een. Misschien pakken we er nog wel eentje. Ik moet verderop ook nog even kijken. Misschien nog even een uurtje zitten. Een zinghoekbeetje, een waftertje. Een squid en octopus waftertje. Dan gaan we hem terugzetten. En dan die hengel even klaarmaken. Want daar ging het om andere lijnen en een zootje geworden. Dus ik ga dat even uitzoeken allemaal. Een stuk van het water, iets verderop. Even een half uurtje proberen. Het is nu 9:15. Ik
zag wel wat visjes happen, dus ik ga even twee hengels uitlopen. En dan een half uurtje en dan geef ik het op. Dan ga ik lekker naar huis. Dat is mooi geweest. Dus ja, ik ga ze even klaarmaken. Nou, hier is het ook niks. Ik ga lekker naar huis, want er zit een klein karpertje daar. Je ziet ze wel aan de oppervlakte, echt mini visjes hoor. Dus eigenlijk niet eens, deze hengel slaat helemaal nergens op. Dus ik ga lekker naar huis. Ik ga hier een keer terugkomen en dan ga ik wat lichter vissen. En dan een beetje kijken of we aantallen kunnen vangen. Dus ja, toch twee visjes uiteindelijk. Niet echt top resultaat, maar goed, het is beter dan niks. Dus ik ga lekker naar huis en dan zie ik jullie binnenkort wel weer. Joe!